Op 2 maart voerde de horeca in heel Nederland actie tegen de coronamaatregelen. Vooral het verbod om de terrassen te openen stuitte op veel onbegrip. In Veenendaal werden verschillende ludieke acties georganiseerd. Onze actie is, wij doen mee eigenlijk aan de landelijke actie van Koninklijke Horeca Nederland. We zetten vandaag onze terrassen uit zonder dat we gasten daarop ontvangen. Om aandacht te vragen voor de situatie in de horeca. En moet u veel mensen afwijzen die bij u... Zeker weten. We worden gebeld, geappt door mensen met de vraag of we open zijn. Hoe laat ze kunnen reserveren op het terras. Mensen begrijpen niet helemaal hoe de situatie is. Dus dat is alleen maar goed. Ik zag net de politie voorbij komen, maar die deden niets. Nee, we hebben goed contact met de gemeente. We hebben deze actie ook aangekondigd bij de gemeente. En gezegd dat we, nou ja, dat we dus inderdaad die terrassen uitzetten en maar geen gasten ontvangen. En daar zijn ze mee akkoord. U krijgt wel een beetje financiële tegemoetkoming. We krijgen wel wat financiële tegemoetkoming, maar daar kunnen we het absoluut niet voor doen. Dus het is echt op een houtje bijten nu? Het is op een houtje bijten. Dingen verzinnen om toch wat geld in de la te krijgen. En ja, hopen dat het gewoon niet al te lang meer gaat duren. Mevrouw, ik zag u net langskomen en u keek een beetje smachtig naar het terras. Want wat zei u? Het wordt weer gezellig. Ja. Dat zei ik. Ja, ja, wat vindt u ervan dat u nog niet op het terras terecht kan? Vind ik heel erg. Ja? Vind ik heel erg. Voor uzelf of voor de horeca? Ook voor de horeca, maar ook voor mezelf. Als je een keer het dorp ingaat, je kan eens een kopje koffie kopen. En eens een keer een wijntje. Ja. Nou, de actie houdt eigenlijk in dat we willen laten zien dat we veilig open kunnen. Het is mooi weer, de lentekribbels komen, iedereen gaat naar buiten. Die actie is natuurlijk na al die mensen die in parken, stranden hebben gezeten. Dat hebben we natuurlijk allemaal gezien, het Vondelpark weet iedereen. En daarom willen wij laten zien dat je dan beter ons kan opengooien. En zeggen van kijk, 1,5 meter, kuchscherm. En het gaat wel gereguleerd. En wij stellen de gezondheidsvragen. En dat heb je volgens mij niet in die prachtige parken. En mensen remmen om naar buiten te gaan is denk ik niet goed voor je vitamine D. Hoe lang houdt dit nog vol? Hoe lang ik het nog vol hou? Ja, ik hou dit wel vol tot de zomer en misschien ook daarna. Maar het is ook op een gegeven moment, hoe lang wil je het volhouden? Je hebt natuurlijk allemaal personeel. En wij doen op dit moment iets heel leuks, iets heel ludieks met blikken. En blik op de toekomst, allemaal positiviteit. Alleen daar verdien je de kost niet mee. In principe, ik heb alle personeel in dienst gehouden, alle fulltimers, en die betaal ik gewoon. En verder heb ik met personeel contact. Ik heb ze nu natuurlijk nodig. Ik zet er gewoon 2 neer in onze nieuwe beerwalk. Dan kom je hier binnen, je vult je koker en je gaat eruit. Met alleen maar hippe blikken uit Amsterdam, dat de toekomst is. Dus zo probeer ik een positiviteit te creëren. Wat vindt u het om voor een leeg terras te staan waar geen klanten mogen bediend worden? Nou, ik vind het echt oprecht super verdrietig. Want overal zie je heel veel drukte en gezelligheid. En wij hebben hier 1,5 meter, kan je prima zitten op het terras in het zonnetje met een lekker biertje. Alleen dat is niet mogelijk omdat de overheid vindt dat het niet mag. Maar in de parken kunnen ze het wel, dus ik vind het jammer dat het hier niet mag. Mijn baas is de beste man op aarde. Hij betaalt ons gewoon wat hij moet ons betalen. Voor vrij weinig doen. En ik vind het voor hem vooral heel zielig. En ik mag niet vloeken op de tv, hè. Kwalitatief uitermate teleurstellend. Dat het zo moet gaan. Al bijna een jaar hebben we nu corona. Ja, want daar moet u toch wel een beetje moeilijk mee hebben. Dat u wel nou, ik vind het heel lastig. Ik vind het heel lastig dat ik betaal krijg voor niks doen. En ik heb al een paar keer gezegd, kan je niet minder betalen? Kan ik niet ergens anders werken, dat ik jou geld geef? Maar dat is allemaal niet mogelijk. Want als we dan weer open mogen, heeft hij in principe geen personeel meer. Dus dat kan ook niet. Maar het is wel heftig hoor. Voor hem is het vooral heel moeilijk, denk ik.